Ongeveer 75 talentvolle sporters verwelkomen we vandaag hier op Papendal voor de Paralympische Talentdag. En voor een deel van hen is dit misschien wel het begin van een weg die leidt naar de Spelen. Want 30% van de huidige Paralympiërs begon ook ooit op zo'n talentdag. Kom, we gaan hier binnen kijken hoe de Team NL'ers van de toekomst worden ontdekt. Want je komt echt net binnengelopen. Dan heb je grote dromen? Om Paralympisch spelen, brons, om te skiën. Dat ik gewoon het beste word van de alle, ja, gewoon de beste in de wereld. Ja, welkom op Sportcentrum Papendal. Weet je nog hoe het voor jou was toen jij voor het eerst op zo'n talentdag kwam? Ja, ik was echt poepje zenuwachtig, dat weet ik nog wel. En ja, achteraf is dit een van de belangrijkste dagen van mijn leven geweest. En jullie zijn vandaag eigenlijk ook onderdeel van dit Team NL. En ik vind het gewoon vet om dan al die talenten te zien die misschien ook wel een droom hebben van naar die Paralympische Spelen gaan. Ja, en misschien over een paar jaar wordt dat voor hun ook wel werkelijkheid. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. En voel je vrij om dingen te vragen. Voel je vrij ook om dingen aan te geven wat wel lukt of wat niet lukt. En jij was hier dus 2 jaar geleden op Talentdag. Hoe is het dan nu om met Levi deze oefening te doen? Ja, leuk, bijzonder om ook eens aan de andere kant te staan. Ga je aangeven dat je deze sport wel zou willen doen? Ja, ik denk het wel. Het was de eerste keer dat ze nu uit het blok starten en het ging verrassend goed. Zie je jezelf dan een beetje terug in de deelnemers hier? Ja, absoluut. Ja. Zo lang is het niet geleden. Het is nu ongeveer 7 jaar terug. Een van de mooiste dagen van mijn leven. Ja, wel een teamsport lijkt me wel erg leuk. En basketbal dan tot nu toe dan toch wel het leukste, denk ik. Ja. Als iemand trainbaar is, echt wil, echt gemotiveerd is, dan is het niveau waarop er begonnen wordt niet zo heel erg belangrijk. En had je deze deelnemers anders nooit gezien, denk je? Sommigen niet, nee. Nee, dat geloof ik echt. Ik vind dat heel bijzonder om steeds, voor de 2e keer, mijn kennis en mogelijk de toekomstige bordjespelers mijn kennis bij te brengen. Ben je nou je eigen concurrentie aan het creëren? Een klein beetje. Ik roei meer op mijn armen dan met mijn rug. Dus ik ben ook eventjes aan het kijken wat Aniek met haar rond kan, et cetera. Dus dit roeien, dat had ik niet verwacht dat ik dit zou kunnen. Ik zie hier nu veel deelnemers waarvan je dan denkt, nou dat zou echt best wel wat kunnen worden. Zeker. Ja, ja, het is echt leuk om te zien. Ja. Ja, ik kan gewoon echt goed mijn energie kwijt. En het is leuk om met anderen te spelen. Gewoon lekker gooien, rammen, rondrijden. Gewoon, alles leuk eigenlijk. Ik word gewoon moe. En als ik dan nu een sport heb gevonden wat daadwerkelijk zeg maar, voor mij ook sporten voelt, dan is dat natuurlijk heel leuk. Val je in de wedstrijd ook wel eens om? Gaat het altijd zo hard? En dit is eigenlijk, probeer ik een illegale tackle op hem te maken. Maar dit was illegaal? Ja, want dat is achter de as en dat mag officieel niet. Het is geen kinderachtige sport? Nee, nee. Ben je er klaar voor? Ik ben er wel klaar voor, denk ik. Ja. En je hebt hier net goalbal gespeeld. Heel spannend, omdat ik niks kon zien met die bril op en zo. Zou het iets voor je zijn? Denk het niet, maar ik vond het wel leuk om een keer te doen. Ja. Ik denk het goede van onze sport is dat we de enige teamsport zijn voor mensen met een visuele beperking. Nou ja, het doel wat we zelf gesteld hebben is in 2032 naar Brisbane in het vliegtuig zitten naar de Paralympische Spelen. Ben je moe? Een beetje. Wat voor gevoel geeft het om zo'n dag? Ja, trots. Trots natuurlijk. Hoe dan ook. Of dat hij nou wel of niet doorgaat, ja, het is knap wat ze allemaal doen. Zullen we juichen met z'n allen dan? 1, 2, 3, 2, 1. Ben jij tussen de 12 en 35 jaar, heb jij fysieke, visuele of lichtverstandelijke beperking? Kom dan op 20 oktober 2024 naar de Paralympische Talentdag.